Bericht van Erik Smit, hoofdredacteur van Follow the Money. Er bestaan complete beroepsgroepen die een oorvijf verdienen van de samenleving. De bankiers behoorden daar enkele jaren geleden toe. Dat had iets te maken met de schuldencrisis die de wereldeconomie aan de rand van de afgrond deed belanden. Tikken kregen ze, maar of ze er echt iets van hebben geleerd, waag ik nog te betwijfelen. In Nederland behoorden levensverzekeraars ook tot zijn beroepsgroep. Dat heeft te maken met de woekerpolissen die deze mensen vele jaren aan de man brachten. Meer dan twintig jaar nadat de misstand bekend werd, is het probleem nog steeds niet uit de wereld. De beroepsgroep der accountants verdient ook een schrobbering en misschien wel meer dan de bankiers en de verzekeraars. Accountants spelen immers een belangrijke rol in het maatschappelijke verkeer en die is zelfs in de wet verankerd. Maar de ooit zo hoog gewaardeerde bonentellers maken er al jaren een potje van. Het ene schandaal na het andere doet zich voor en telkens blijken er weer perverse financiële prikkels in het spel te zijn. Het ergste is dat ook deze beroepsgroep zo hard leers is. Vorige week publiceerde toezichthouder Autoriteit Financiële Markten, de AFM, een uiterst pijnlijk rapport over de toestand in deze sector. Er was amper enige vooruitgang geboekt. Integendeel, de meeste kantoren deden het bij de uitoefening van hun maatschappelijke taak zelfs slechter dan voorheen. Ik vraag me dan ook af wat er nog moet gebeuren voordat accountants echt gaan snappen dat het anders moet. De Sublime Berichten, maandag tot en met vrijdag om half tien. Experts uit alle hoeken van de samenleving met een frisse kijk op de wereld.